Dankzij het Klimaatakkoord en de Europese Energy Efficiency Richtlijn zijn organisaties verplicht om maatregelen te nemen voor energiebesparing. Gelukkig willen bedrijven zelf ook steeds vaker verduurzamen. Alleen hier kunnen ze soms best wat hulp bij gebruiken. In het Klimaatakkoord staat dat bedrijven die zeer energievervuilend zijn, besparingsmaatregelen moeten nemen. Maar ze weten vaak niet hoe. Die bedrijven hebben een totaaloplossing nodig. Maar let op, wel een maatwerkoplossing, want iedere bedrijf is uniek. Dus ze willen allemaal een specifieke, voor hen van toepassing zijnde, duurzaamheidsoplossing. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een bedrijf van zonnepanelen. Dan wordt dat bedrijf geholpen met bijvoorbeeld een dakscan, waarin we per gebouw inzichtelijk maken hoe de panelen op zijn dak kunnen. Maar daar hebben we ook een monitoring systeem voor, een management systeem, waar het exact inzichtelijk maakt wat het verbruik is. Zodat een klant, als die goed inzicht heeft in zijn verbruik, dan gemiddeld 25% aan energievermindering kan doen. Ik ben Elko Wesselsboer, ik ben commercieel directeur bij Innova Energie. Met ongeveer 75 medewerkers vanuit Den Haag zijn wij actief. En dit jaar vieren wij ons 10-jarig bestaan. De gemeente Den Haag heeft een enorme duurzaamheidsopgave. Zo ook het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Daar ligt nog een enorme uitdaging. En daarvoor zijn we partnerschap aangegaan. En wordt het plaatsen van zonnepanelen eigenlijk volledig uit handen genomen. Het is dus prettig om samen te werken met een vakkundig partner. Zodat ze eigenlijk alles uit handen kunnen nemen. Er liggen hier inmiddels nu op het dak 1500 zonnepanelen. Waarmee ook met het naastgelegen pand ook van Den Haag werkt. Bijna 600.000 kilowatt per jaar wordt opgewekt. Ik ben Patrick Wagemans, opdrachtgever vanuit de gemeente Den Haag. Ik verwacht dat de energiemaatregelen steeds belangrijker worden. En de ontwikkelingen zullen zijn dat er steeds meer nieuwe oplossingen gaan komen. Complexere oplossingen en dat bedrijven zich daarbij goed laten adviseren wat bij hun bedrijf past.